gaat hij weer in dat achterlijke... Zit er een creeper in je huis? Wat? Oh nee! Hey kijkers van YouTube en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Vandaag ben ik weer met... Ja! Oh, precies getimed met Patrick. Ik ben eindelijk uit die fucking wereld. Wat heb ik me aangedaan, Lars? Ik wou je niet meer in mijn wereld hebben. Ga weg. Ja, Ga weg! Dat begrijp ik. Nou, alles wat ik al heb aangedaan. Juist. Welkom, weer vrienden? Welkom, Patrick. Ben ik weer welkom hier? Ja, je bent weer welkom. Oké, yo, kijkers van Blokje Games. Jullie weten dat ik de vorige keer ruzie met jou heb gehad. Je stuk ellendig spul. En ik heb namelijk een paar reacties. En die moet ik heel eventjes, mijn telefoon ontgrendelen. Ik heb een beetje zweethanden, dus dan doet hij het niet. En ik heb een reactie van... Welke zullen we doen? Ik heb er zoveel. Ik heb er nou eentje van Luc. En dan mag Patrick het sound effect doen. Shazam. Echt weer een toffe aflevering. Echt grappig, die reactie van jou op die villager. Klopt. Want ik ben helemaal gek van dat ding. En ik heb er nog eentje. Die is van Barry Brothers. Komt er weer. Shazam. Ik kan toveren. Geweldig. Nou, het bordje van Tube to Oaal is echt mooi geworden. Hopelijk kom ik ooit in een Minecraft Survival. Ik blijf dromen. Wie weet. Dus als het goed is, staat er geen Tube totaal, maar dan staat er dus Tube Oaal. En hij verdorie nog gelijk ook nog. Las kan niet spellen, jongens. Ik kan niet spellen, inderdaad. En ik had er nog eentje. Zal ik heel eventjes kijken. Ja. Er zijn zoveel reacties. Moet ze eigenlijk de volgende keer allemaal netjes op mijn scherm of zo, moet ik ze een keertje neerzetten. En die derde is van Dutch Switch. Patrick? Oh, sorry. ik ben weer. Shazam. Hij zegt, je moet een rails aanleggen en dan een villetje in een minecart drukken. 1 per persoon. En dan kan je hem zo het huis inrijden. Dus dat ga ik doen vandaag. Ik ga die achterlijke villetjes vandaag een tweede verhuizing bieden. En Patrick, jij gaat vandaag in de... Ik ga weer terug naar die verschrikkelijke nether om even te levelen naar pak een beetje level 30. Mm-hmm. Door lekker te gaan minen. Kijk. Zo... Ik maak heel eventjes een paar extra bordjes, want dan maak ik even een kist naast een bord. En dan kan ik die daar alles in doen. Waar is die kist? Daar is die kist. Zou ik hier... Maar en over hier... totaal gesproken... Oh, ik moet even uitlopen, anders ga ik alsnog weer terug. Wij zijn nu allebei in een video van totaal gekomen. Dat vind ik wel vet. Ik ook, dat vind ik ook heel gaaf. Rails aanleggen voor... Villager. En ik zou Tube totaal ook eventjes veranderen. Ja. Tube. Met een telaars. Tube totaal. Lampje bij Rensen. Zo. En die kunnen dan terug. En dan ga ik eerst een rails pakken. Want volgens mij hebben wij niks meer. Dus dat moet ik heel eventjes maken. Ja. En Patrick, jij bent trouwens ook heel erg gegroeid, of niet? Sinds, klopt. Oh. Sinds een tijdje ben ik weer echt lekker aan het groeien. Het gaat echt steeds beter op mijn kanaal. Oké, dat is prachtig mooi. En met mijn kanaal gaat het trouwens ook hartstikke goed. Ja, met allebei gaat het perfect. Zeker, en daar ben ik ook ontzettend blij mee. Daar wil ik jullie ook allemaal ontzettend voor bedanken. Ja. Even kijken. Ik moet een rails maken. Zo... En er staat een skeleton voor de deur. Yip, freaking yay. Dat is lang geleden dat ik dat heb gehoord. Waarom maak ik zoveel? Je krijgt er al 16, maar dat is veel te veel. Oké. Okay. Ik hoop dat er geen creeper komt. Ah, oh, wat? Ik word aangevallen. Nee. Nee, geen biter. Niet doorgaan, hè? Nee. Dat is niet de bedoeling. Ik maak het heel even licht, hoor. Time, set, day. Is cheaten, dat weet ik, maar... Wow! Die is vlak langs mijn gezicht. Ja, het spijt me zeer. Ik weet niet wat voor een villager dit is. Dat is op zich best een goeie, maar ik word helemaal gek van jou! Zo. Ik word gek van die nether. Die villager die is door. Ik word wel gek vandaag. Ups. Ik denk dat ik het hierbij laat even, want ik denk dat we beter een keer samen naar de nether kunnen gaan. Dat denk ik ook.
Gadverdamme, moet ik nou dit hele... Zet alles ook nog eens in de fik. Gadverdamme, weg hier. Het is een vreselijke wereld. Waarom moet ik nou alles slopen? Maar goed, wat ik dus ook van plan ben, is om hier in deze wereld ergens een markt te gaan maken. En dan wil ik zo doen, bijvoorbeeld, één kraam is dan bijvoorbeeld voor fruit. Ja. En een andere kraam is weer voor vis, ander voor brood of zo, weet je. En misschien is dat... Ja. Misschien dat ik ook doe dat je bijvoorbeeld geld moet betalen, zeg, of zo. Of ik weet niet hoe dat zit, maar... In ieder geval, zoiets ben ik van plan, dus een markt te maken met ja, alles, dat je van alles kunt krijgen, eigenlijk. Oké, okay, ja. Als bijvoorbeeld, zeg maar, ooit echt een nieuwe mens op de server komen en zo, en die willen wat hebben, zeg maar, dan kunnen ze het van de markt krijgen of zo. Ja, bijvoorbeeld. En dat ik dan de beheerder ben van de markt, dat zou wel vet zijn. Dat is wel leuk, inderdaad. Zeg maar dat als mensen dan graag bijvoorbeeld een stuk fruit willen of een stuk vis, zeg maar, dat ik dan kom, hey, wat kan ik u helpen? En dat ze dan vragen, want ik wil een stuk vis, haal ik dat uit de chest? Nou, dat kost zoveel, bijvoorbeeld als we het met geld doen, weet je? Ja, ik weet wat je nou, doet. Nou, en dan geef ik het aan degene. Weet je, ja. Maar dan moet ik even kijken waar ik dat nou ga doen. Want ik was van plan om het hier naast mijn huis te doen. Maar kijk eens, hier staat dus een heel groot bord. Waar langs al zijn hele leuke complimentjes en reacties dus, ja, dat op hand, alles, wat ja. ik wel bewonder. Maar waar kan ik nu mijn markt kwijt? Dat is allemaal heel mooi, maar je hebt wat je, het neemt ruimte in beslag. Ik denk dat dit gebouwtje, dat dit weggaat. En zou je het hiervoor kunnen? Als al die villages zijn... Als al die villages... Ja, ligt eraan. Maar wat voor stuk gaat helemaal weg? Ik bedoel, gaat dit dan helemaal weg? Of... Gewoon dat hele huisje, zeg maar. Als dat helemaal weg zou gaan, dan zal dat wel kunnen, denk ik. Ja, vast wel. Ja, maak er gewoon een hele blok van als markt, weet je. Dat je gewoon aan één kant drie kramen hebt en aan de overkant dan ook of zo. Tegenover elkaar. Drie tegenover elkaar of zo. Ja. Ja, misschien heb je dan ook wel een paard op de markt, weet je wel. Lekker op zo'n grote markt, weet je wel. Ja. Met die paarden staan of zo. Mhm. You never know it. Juist. Dan moet ik eventjes dat werkt dus heel van plan. Dus, ja, maar die huis kan ik nu dus nog niet slopen. Want er zit nee, nu dat huisje kan je nog niet slopen. Dus, ja, wat ik nu even ga doen, moet jij dan misschien even voor me bedenken. En dat is... Even kijken, hoe ga ik dat doen? Misschien moet je ook ergens een bot maken met een to-do-lijst of zo. Dat, wat er nog gedaan worden. Dat anderen ook kunnen zien van als ze ooit op de server komen. Van wat moet er allemaal nog gedaan worden hier? Ja, dat kun je ook bouwen als je dat wil. Dat kan ik ook maken. Ja, hier staat dus een bot met complimenten. Ik zou aan de andere kant dus een bot kunnen maken met een to-do-lijst. Ja, bijvoorbeeld. Dat ga ik gewoon doen. Goed, dan moet ik eentje naar buiten zien. Ik heb weer even krijgen. Alle materialen daarvoor nodig, natuurlijk. Hier staat ook een chest. Wat hebben we hier? Oh, niet bijzonders. Kijk, je gebruikt dit soort steen en je gebruikt dat hout. Oh, dat halen denk ik. Heb je dat in je huis? In de chest? Al het hout zit in de opslagruimte. Ja, ik zit even heel geconcentreerd naar die achterlijke villetjes. Ja, laat je mij vooral niet afleiden. Gaat je weer in het achterlijke... Zit er een creeper in je huis? Wat? Oh nee! Oh-oh. Dat klopt niet goed. We moeten even Apeldoorn bellen. Apeldoorn bellen? Waarom? Ja. Er is een creeper ontploffen in je huis. Is er niet veel schade, hè? Of wel? Bij de trap, zeg maar. Is die ontploft. Bij de trap veel? Ik nou ja, dat valt op aan te fixen, denk ik. Sorry, mensen. Hier kon ik ook niks aan doen. Die creeper was... Dit die creeper valt stond. Mee. Ja, hij liep er ineens. Ik denk lopen en hij stond ineens bij de trap en ineens ontplofte die. Ik kon er niks aan doen. De vorige keer was dat ook met... met Renze, die had het toen ook. Maar hoe dat komt, hoe die beest daar erin komen, dat snap ik nog steeds niet. Ja, dat weet ik dus. Die komen niet, die spannen gewoon binnen. Maar hoe? Ik heb geen idee. Maar waar had je die chest met... wacht. Je kunt die nog wel open. Ik denk dat ze daar staan, hè? Al het steen, dat ligt hebbers. Ja, dat ligt daar ook wel iets. Goed, wie van jullie gaat een... rijden het treintje... Hey! Oh. Hey. Hij doet. Okay. Oeh. Kom, omhoog. Ik ga jou begeleiden. Kom maar. Nou, dan maak ik het gewoon van anders. Je kan het wel, villetje. In plaats van zo achterlijk te doen. Zit die village nou in de achtbaan, of? Ja, maar nou zit ik dus even na te denken. Okay. Ik heb nog wat borden nodig. Nou, je had nog wat borden in die andere kist. Dus dat komt mooi uit. Even kijken, dan haal ik dit eventjes weg. Ik moet heel eventjes kijken, hoor. Van hoe dit werkt. Yep. Zo. Jat ik even de held van je borden even uit. Hier.
moorden heb ik alles. Oké, dan kan ik dit namelijk zo dichtmaken, zo, en dan hup. En dan moet die eruit. Hoe haal je die eruit? Moet ik daar gewoon... Zo doe je dat dus. Goed, de eerste villager zit in het huis. Mooi zo. Volgende. Even zo. Kost wel veel tijd trouwens, maar het is gelukt. Bedankt voor je reactie, Dutch Switch. Heel erg bedankt. Was zeer gewaardeerd hier. Ja, en hoe? Als je de vorige aflevering hebt gezien. Jezus Christus. Ja. Hey, oh, stop! Oh. Dat was een ramp, dat was gewoon triest. Mijn minecart gaat er vandoor. Nee, hè? Kom. Er bestaat er geen tool dat je die minecart die powered rails zou je kunnen doen, maar... Zo. Goed, we hebben in ieder geval de eerste hebben we in ieder geval in het huis zitten, dat is mooi. Zo, en dan moet ik weer via de andere kant in. Het is wel een heel gedoe, hè? Dan doe ik dit een andere keer. Hup. Goed, volgende gaat in de trein. De volgende. Ik ga ook in het treintje. Ik wil ook een treintje uitproberen. Wacht even, ik moet heel even die. Kom maar, jij gaat in de trein. Nee. Ja, wij gaan met de trein. Ja, hij zit erin. Hup. Ja, heel mooi. Oké, wat moet er nog gedaan worden? Een markt sowieso, dat weet ik. Kom, hup, dan zet ik als eerste er even op. Nou, eigenlijk hebben we er maar twee nodig, hè? Wat? Eigenlijk hebben we maar twee villages nodig. Oh, ik denk wel. Ja, dat villager, waarom denk je dat wat ik die, dat blok daar neer heb gezet? Lars, heb jij nog iets wat je nog in de toekomst wil gaan maken? Nee, maar wat je ook kunt doen, Patrick, zit ik me nou zo te denken. Die oude verblijven van die dieren, hè? Ja. Daar is ook nog een heel groot stuk. Daar zou je eventueel ook nog een markt maken. Ja, is niet dicht bij jouw huis, maar je hebt er wel hele grote ruimte. Nou, ren mij daar even heen, zou ik zeggen. Dan neem ik even wat oakwood planks mee. Ik heb namelijk de vorige aflevering die... Heb jij toevallig oakwood planks bij je? Ik heb wel logs bij me. Logs, ja, dat heb ik ook, maar... Oké, dat doe ik. Hey! Get in. Oké. Waar is mijn... Nou, breng me daar even heen, zou ik zeggen. Ja, ik moet heel eventjes mijn... Heb ik die minecart al opgepakt, ja. Oh. Zo, ik ben vandaag... ik speel vandaag de NS. Volgens mij ook, hè? Kijk, want heel hier... te laat. Ja, precies. Kijk, hier heb je... Als je die... dat andere stalletje nog gaat slopen... Dan heb je hier namelijk hele grote ruimte. Oh, je hoeft natuurlijk niet alles te gebruiken. Nee. Dat hoeft niet, maar het kan. Het zou op zich kunnen, maar ik denk dat je het... Wat het nou nog gebruikt, dat stalletje, of niet? Dat, nee, want die andere dieren... Dat kan je gebruiken dan als opslagplaats voor alles, of zo. Kan ook, maar die kippen, die moet je wel eventjes laten. Want die kippen moeten ook nog een keertje een andere stal van maken. Maar deze kun je wel verwijderen. Deze. Ja, waarom? Ik laat hem nog even staan. Ik denk dat ik hier gewoon maak. Kijk maar wat jij het liefst wil. Ja, dus dan doen we het zo. Ja. Oh, goed, volgende passagier gaat de trein in. Hij staat al klaar. Ik sta zo te klagen. Schiet nou eens op. Ja, toch? Inderdaad. Zo. Dan komt de volgende villetje. En dat ben jij met je prachtige, mooie hoed. Hoed. Niet achter de deur blijven kleven. Doe gewoon mee. Ja, dan hoef je mij niet zo stom aan te kijken. Ja, nou ben je in paniek. Kom hier. Heb je ooit die villetjes toch even uitgevonden? In Minecraft, echt waar. Dat is niet te geloven. Dit dag. Ja, kom, in de trein. Hoppa, hij zit erin. Volgende. Het ziet er wel heel mooi uit zo in die trein, weet je dat? Nee, ik had... Sorry. We kunnen toch gewoon... Oh, ze zijn Fookie Fookie aan doen. Ik zal telkens denken dat ik een echte villager hoor als je dat doet. Ja, inderdaad. Hé, hey, ze deden Fookie Fookie, weet je dat? Is dat alweer, ja? Oh. Sorry. Dat mogen ze niet doen, hè, Fookie Fookie.
van mij wel. Okay. Bij jou, ja? Ja, die bij mij. Van mij mogen ja, ze dat nou, doen. Nou, dat denk ik wel wat je wilde zeggen. Nou, laten we dat maar niet doen. Goed, volgende. Hoe lang zijn we bezig? 15 minuten. 15 minuten alweer, jongens. Ja. Opnieuw gaat echt snel vallen. Het gaat hard. Kijk, dit is dan een kraam. Oh, ik ben zo blij dat Dutch Switch dit mee... Er was er nog eentje, nog zo'n een, die dat zei, dat ik in de treinrails moest doen, maar... Dat was wel handig tip, ja, echt. Ik was er zelf nooit op gekomen, maar oké. Okay. Ik ook niet. Nee. Kan mijn kaart hier komen. Shut up en ga in die trein zitten. Hey, ga dus... nou... Hup. Dan doen we er hier nog een. En die trein gaat ook weer weg. Kom, in de trein. Oeps. Dat is niet de bedoeling. Zo. En dan hier ook nog eentje. Hey, die villetjes in paniek. Daar word je zelf paniek van, of niet? Ja, hij zit erin. Ja, dan moet je niet teruggaan naar de villa, vriend. Misschien dat ik ooit nog een keer die villetjes bij de markt moet zien te krijgen, maar ja, dat is nog wel ingewikkeld, hè? Ja, dat is het. Nog ingewikkelder dan wat je niet doet, denk ik. Nou, nee. Zo. Het is ineens dag. Hoe dat kan? Geen vraag aan mij niet. Vraag goed, mee. Jij bent de volgende passagier. Waarom doe je niet gewoon meer? Hup, goed zo. Is het niet zo moeilijk om in die trein te zitten? Hup, volgende. Zo. Maar eigenlijk hebben we maar 2 filletjes nodig in de villa, want dan kun je namelijk de... Dan hebben ze daar al genoeg aan, namelijk. Hup, deur dicht. Ah, ik begin het systeem te leren, hoor. Jaha. Hé, hey, we hebben er een kleine erbij, hoorde ik. Dat is mooi. Wat hebben we? Een kleine hebben we erbij. Okay, een kleintje. Een kleintje. Goed, we gaan er nog eentje doen. Ik weet niet of misschien dat we daarna nog eentje kunnen doen, want we zijn 17 minuten alweer bezig. Mhm. Verhuizen. Gaat daar. De grote verhuisshow. Ja, trein, dan moet je er niet weer vandoor gaan. Of trein, minecart. Dat ding gaat de hele tijd uit zichzelf, gaat hij... Even zien. Als het goed is, kan hij niet daaronder. Het is wel een heel gedoe, hoor. Maar het werkt en daar ben ik blij mee. Dat begrijp ik, dat het een heel gedoe is. Kom, in de trein zitten. Hup. Hup. Kom, kom aan. Goed zo. Ja, ha! Dan moet je niet in de trein gaan zitten. Zo. Dus krijg ik wel één klein tikje schade, maar... Patrick, wat ben je van plan? Mag ik wat vragen? In creative mode? Sorry, ik zat even op een lastig puntje. Voor deze keer mag dat. Omdat je er ook al... Vorige keer mocht dat ja, ook al rensen. Oké, okay, nou... Omdat rensen de vorige keer een tijdje niet was en je hebt er ook een tijdje niet geweest, mag dat. Oké, okay. Is goed. Dan doe ik dat. Goed. Ja, ik denk dat we er een extra gaan maken. Het is al bijna 20 minuten. Maar er komen nog meer afleveringen. Oh, jammer. Ja, is ook jammer, maar ja. Helaas, het zit er weer op. Ik heb, want ik moet ook zo straks weer weg. Ik heb nog een verjaardag. Jippie. Jee. Jee. Het ziet er wel mooi uit. Maar in ieder geval, ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival. We hebben heel wat villetjes hebben wij die kant op gestuurd. Nou, wij voornamelijk jij. Ja, ik met veel pijn en moeite. Maar het is gelukt en daar ben ik ontzettend blij mee. Met bloed, zweet en tranen. Precies. En ik wil Renze zeggen. Mag ik eens even bij je staan als ik je kan halen? Helemaal goed. Waar ben jij? Kom eraan, we lopen elkaar tegemoet volgens mij. Ik sta bij de fontein. Oh, ja. Ja, ik ook. Mooi, tegelijk. Gaan we even in F5. Zo, dat ziet er wel mooi uit. In ieder geval... Ik wil jou ontzettend bedanken dat je weer meer wou doen in de aflevering. En ik wil jullie natuurlijk ook allemaal bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Als jullie dit een leuke video vonden, zouden jullie dan een blauw duimpje omhoog willen doen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook niet op mijn om kanaal. Een kijkje te nemen op Patrick zijn kanaal. Daar staat een linkje in de beschrijving. Zeker doen. En dan gaan we de volgende keer weer lekker verder met Minecraft Survival. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Callum! Ciao!